Wat een beest, joh. Jutje, hè? Zo. Het is de eerste week van oktober. En we zijn onze laatste kanotocht van het jaar aan het doen. We zitten op de Zwertalvenrivier in Midden-Zweden. Het is echt een prachtige dag. De dagen zijn al iets korter nu. In de zomer heb je natuurlijk nauwelijks nacht. Blijft het tot 11, 12 uur 's avonds licht. Maar nu in oktober hebben we ongeveer van 6:30 's ochtends tot pak een beet 7:00 's avonds. Meer dan genoeg dus nog om een goede tocht te doen. Nou, flink wat regen gehad. Dit is de eerste keer dat we volop in de herfst hier aan het peddelen zijn. Dus gisteren is eigenlijk de hele nacht heeft het geregend. En flink nat geregend. Maar vandaag hebben we echt een geweldig mooie dag. De eerste vis al gevangen en klaargemaakt gisteren. Eigenlijk is dit het mooiste stuk van de route die we voor dit jaar hebben uitgestippeld. Het wildste stuk in ieder geval. En dit gebied in Zweden, Midden-Zweden, Värmland, de grootste populatie wolven. Met een beetje geluk kan je 's nachts ook de wolven horen huilen. De beesten zijn wel enorm schuw, dus die zie je niet zo snel. Verder zitten hier volop elanden. Bruine beren. Dus we hebben een paar goede waterdichte zakken voor ons voedsel die we 's nachts in de boom hangen. In ieder geval geen wildlife bij onze tent in de buurt komt. Het is heerlijk om hier weer te zijn. We zijn dus eigenlijk al sinds de eerste tocht 10 jaar geleden verslaafd. Het gevoel van in de wilde natuur zitten. En niks anders doen dan peddelen, kamp maken, hout hakken, vuur maken, vissen. Je bent eigenlijk continu bezig. Maar op een bepaalde manier is het extreem rustgevend. Nog 2 groepen mee deze keer, dit jaar. Nog een stukje voor ons liggen. Het geluk is nu dat we een stukje stroomafwaarts gaan. We zoeken straks een mooi kamp. Een mooie plek om kamp te maken.
een beetje geluk vangen we nog een visje. Zit hier volop baars en snoek. We hebben net een eland met een jong gespot. Mannen, ja, wat zagen jullie? Ze gingen hier de kant op. Maar ik dacht dat ze heel licht waren, maar ze zijn heel donker. Exact. Ja, ze zijn bijna zwart. Ja, oh ja, hier is die, hier, kijk, hier zijn ze erin gegaan. En daar gingen ze erop. Dat heb ik uit de stap gezet. Meteen dit. Verse elandsporen. Nog grotere moestrijks, moet je kijken. Dat is flink. Heb je de bever dan, hè, links? Ja, groot, hè? Enorm. Ja. Daarachter zit een van onze groepjes even te pauzeren om lunch te maken. Moet ook gebeuren natuurlijk. Voor de nodige brandstof. Hij komt onder de buik. Hij komt eraan. Hier komt hij. Ik map hem in één keer naar buiten. Ja, hij wordt zo vanzelf al moe. Jeetje, Mina! Oh. Go boy. Oh. Oké. Okay. Ja, kom maar. You got a fight left. Kom maar. Oké, okay, helemaal schep omhoog. Ja, en omhoog, 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 omhoog. Ja, ik heb hem. Yeah! Woehoe! Yeah! Vette snoek. Oké, okay, het net breekt. Oh. Het wordt hem heel snel gaar. Ga ik filmpje? Oké, zit je goed, Victor? Yes. Zo, net even gestopt voor lunch. Late lunch. En de snoek gefileerd. Er kwam echt een enorme hap vlees af. Dus we hebben 3 zakken vol. Voor ieder groepje 1. Dat kunnen we vanavond lekker bij het avondeten klaarmaken. Een beetje rijst, bouillonblokje erbij. Heerlijk. Het is nu 4 uur. Dus we hebben nog 2,5 uur licht. Dus nog een uurtje peddelen. En dan is het ook tijd om kamp op te zetten. Goed vuurtje te maken. Het ziet er niet uit dat het nog gaat regenen vanavond, maar voor de zekerheid een tarp spannen. Als het donker is wil je eigenlijk klaar zijn met alles, alleen nog hoeven koken. En Rick, volgens mij hebben we nog whisky voor vanavond, of niet? Ja. Een dode eland. En die is niet heel oud. Ja, misschien slaapt hij wel. Nee, ik duurst me, jongen. Dit water hier kun je drinken, jongen. Lekker, jongen. Hey.
kamp is klaar. En wij hebben een ontzettend lekkere maaltijd van de verse snoek gevangen. Heb je een beetje rook in de ogen, Rick? Zit hier precies op de goede plek. We hebben lekker bordje rijst met nasi kruiden, verse wortel en stukje snoek. Het smaakt voortreffelijk. Goedemorgen. Het is 9 uur 's ochtends. We hebben lekker ontbeten. Gisteravond de hele avond droog gehad. Sterren aan de hemel, het was koud. Vannacht een paar kleine buitjes, maar het is nu weer droog. En gisteren kwamen we onderweg heel apart een eland tegen die rechtop in het water staat. Dus we hebben besloten om nu terug te roeien. En zijn gewei proberen af te zagen. Oké, we naderen het dode eland. Het is heel bizar hoe die zo in het water kan staan. Het enige wat wij kunnen verzinnen is dat die is komen te zitten met zijn voet. Bij dit soort dingen is het natuurlijk goed om even zeker te weten dat de eland niet meer leeft. Alleen aangezien hij er gisteravond al zo lag, kunnen we dat zeker stellen. Ja, en de vraag is nu, durf je het gewei eraf te zagen? Wat een beest, joh. Huge, hè? Het is echt een huge beest. En het is bizar dat hij zo rechtop blijft staan. Maar het gewei is echt prachtig. Oké, we hebben het laatste stuk van de rivier gedaan. En we zijn nu aangekomen bij het laatste kamp. Waar we lunchen met de groep. Voordat we over 2 uur opgepikt worden. Hier is het. Dit is de kampplek, hè? Ja. Yep. All right. Ja, het mooie is, in nog geen 2 uur vlieg je van Amsterdam naar Stockholm of Göteborg. Dan nog een klein stukje rijden naar het beginpunt van de kanotocht. Uur of 3,5, 4. Dus als je echt wild wilt, ga dan naar www.echtwild.nl met een T. En boek jouw avontuur voor volgend jaar. We zijn bezig met het organiseren van de tochten voor 2021.